Dag 39 van de lockdown. Nog 69 69 9, mes amis, abonnees te gaan voor het einde van de confinement. En dat is nog 17 nachtjes slapen. Ik had jullie vandaag vooral een verslagje beloofd van wat er gisteren voormiddag is gebeurd. Dat komt er ook zo meteen aan. Ik wil gewoon nog één ding zeggen. Ik was gisterenavond 5:10 stom verbaasd toen ik plots een trein lichtjes door de lucht zag passeren. Het was Elon Musk, zijn Starlink satellite train, of hoe noemt dat ding dan ook. Dat was eigenlijk best indrukwekkend om te zien. Vanavond trouwens kun je het nog eens zien. Rond hetzelfde uur, toch hier in de Bourgogne. En ik denk iets later of iets vroeger in België. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, ik vond dat indrukwekkend en verontrustend tegelijkertijd. En in mijn blinde euforie heb ik dat proberen te filmen met mijn telefoon. Wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet werkt. Maar goed, ik ga jullie nu eerst tonen wat er gisteren voormiddag is gebeurd. Na gisteren dus. Het is donderdagochtend, iets voor 8:30. En ik heb binnen een uurtje afgesproken met Shaki. Na, wat zijn we nu? Na 38 dagen, na meer dan 5 weken, gaan we elkaar voor het eerst terug in het echt zien. En we gaan dat doen zonder eigenlijk de regels te verbreken. Het is zo dat ik boodschappen nodig heb. En in principe moet je je boodschappen doen in de dichtstbijzijnde winkel of dichtstbijzijnde plaats van je huis. Ik ga meestal naar Corbigny. Corbigny is hier een 13 of 14 kilometer vandaan, dacht ik. En ik ga naar daar omdat daar een hele goede bakkerij is ten eerste. Maar ook omdat daar een vrij grote supermarkt is en ik daar alles kan vinden wat ik graag wil. Maar er is eigenlijk één plaatje die nog net ietsje dichter is. Dat is Lorme. Lorme ligt op 10 of 11 kilometer. Maar daar is de supermarkt iets minder groot. Maar is daar trouwens ook verbouwingen aan het doen. Dus het aanbod is vrij mager. Dus daarom ga ik gewoon altijd naar Corbigny. Nu, voor Jackie is Corbigny wel veel verder dan Lorme. Dus ze gaat altijd gewoon naar Lorme. En sinds een paar weken is daar de wekelijkse markt terug open in de markthallen. Dus dat is geen buitenmarkt, maar in de markthallen. En we hadden al een paar keer het idee geopperd, zouden we niet gewoon op donderdag samen afspreken op die markt en elkaar daar zien. En dat gaan we dus deze week doen. Dus zij houdt haar aan de regels, ik hou mij aan de regels. Het enige wat een klein beetje tricky is, is wij gaan afspreken op de parking in het dorp en dan gaan we samen naar de markt. En eigenlijk mag dat niet. Dus wij mogen enkel in Frankrijk alleen op stap gaan. Al moet ik zeggen dat ik toch al een paar keer koppels heb gezien, maar nog echt niet veel. Heel weinig. Meestal gaan de mensen echt wel alleen op stap, zoals het hoort. Dus we gaan nog eens kijken hoe we dat gaan doen. Gaan we gewoon veel afstand tussen laten. In principe moeten we ons sowieso houden aan de social distancing. Wat heel, heel erg raar zal zijn als ik haar zal zien. Nu, zij zit al 5 weken in quarantaine. Ik zit al 5 weken in quarantaine. Dus ik vermoed dat geen van beiden zijn besmet. We tonen toch sowieso geen symptomen ook. Ze vertelden me wel eerder dat er elke week gendarmes zijn daar in Lorme. Dus we moeten toch een beetje opletten. Maar het is heel raar. Het is echt heel raar. Het is zo'n rare periode. Ik ging gisteravond gaan wandelen en zonsondergang filmen die ik jullie in het filmpje van gisteren heb getoond. Ik heb die niet helemaal kunnen filmen, omdat plots bleek dat mijn tijd op was. Dus we mogen slechts een uur weg. Ik ben een uur en 10 minuten weggebleven. Is eigenlijk te lang. En dan toch dacht ik bij mezelf eerst van, ja, maar ja, de kans dat ik hier een gendarme zal tegenkomen is klein, maar die kans bestaat wel. En dan zit je daar toch mee in je hoofd. En uiteindelijk voelde ik mij zo opgejaagd om naar huis te gaan. En eigenlijk is dat op een of andere manier heel erg triest. We wonen in een vrije wereld en dan merk je dat die vrijheid toch volledig wordt ingepikt. Dat voelt toch een beetje een oorlogsgebied aan, zodat je met je papiertje en opletten hoe lang dat je weggaat en dat je niet te ver weg mag gaan. En dat straks eens kijken wat dat geeft als wij daar samen in Lorme zullen zijn. Het voelt eigenlijk een klein beetje aan alsof dat we twee tieners zijn die met elkaar afspreken zonder dat onze ouders daarvan mogen weten. Het is echt belachelijk, maar zo voelt het op een of andere manier wel aan. Ik ben zelfs een klein beetje zenuwachtig om haar nog eens te zien na 5 weken. Ik merkte aan de Skype die we gisteravond hadden dat zij een beetje hetzelfde gevoel had. Goed dan ook, het zal heel fijn zijn om haar te zien. Het probleem is dat ik eigenlijk pas binnen 3 kwartier moet vertrekken en ik ben helemaal klaar. En ik weet helemaal niet meer wat te doen ondertussen. Dus praat ik maar een beetje tegen jullie. Ja, deze confinement duurt echt veel te lang. Dit bent echt wel veel te lang te duren. Vooral het feit dat het hier zo streng is. Ja, soms lijkt het echt wel alsof we in een of andere vreemde
bizarre droom zitten. Het lijkt allemaal soms zo surrealistisch. Ook omdat waar het eigenlijk om draait, dat virus, dat is ook zo eigenlijk vrij afwezig in ons leven. We zien het in het nieuws, maar ik ken hier rond mij niemand die besmet is. Ik weet van een aantal kennissen in Vlaanderen die besmet zijn geweest, die ziek zijn geweest. Ik ken niemand die is overleden aan het virus. En als je dan al die maatregelen ziet en kijkt hoe ons leven is veranderd de voorbije 5 weken en hoe het misschien voor altijd zal veranderd zijn, dan lijkt dat allemaal zo surrealistisch, zo abstract op een of andere manier. Het is echt raar. Ik ben zo de laatste dagen toch wel te merken dat er iets verandert in mij. Er is zo altijd een constant vreemd gevoel. Sommigen onder jullie zullen dat misschien wel herkennen, zoiets knagends in je lijf. En wat ik precies minder heb, is gemist naar bepaalde specifieke dingen. Ik had het heel hard dat ik mijn fiets miste, dat ik Jackie miste. En uiteraard mis ik dat nog altijd. Maar het heeft wat plaats gemaakt voor een soort van groot algemeen gemis. Ik mis gewoon het leven van ervoor. En dan stel ik mij de vraag of we dat leven ooit zullen terugkrijgen. En dat voelt heel raar aan. Soms heb ik dan het idee, denk ik van jawel, eens dat die confinement volledig voorbij zal zijn, binnen de 2 weken zijn we het half vergeten en doen we gewoon verder met ons leven zoals het was. Maar aan de andere kant denk ik dan van ja, nee, heel waarschijnlijk zal dat niet het geval zijn. Er zullen dingen voor altijd veranderen. Sommige dingen zullen misschien heel erg fel veranderen. En dan kunnen we niet inschatten wat de gevolgen daarvan zullen zijn. En dan ga je scenario's maken en die zijn niet zo leuk. En dat is iets wat je meedraagt, wat boven ons hoofd hangt. En dat is een beetje hetgene wat nu speelt de laatste dagen in mijn hoofd. Ja, het is gewoon allemaal heel erg bizar. Maar goed, vandaag wordt een leuke dag. Ik ga Jackie zien, voilà. Kijk er naar uit. Voilà, klaar in de auto. We gaan vertrekken. Hè. Snel even stoppen bij de glascontainer. Papier en karton. Ik zie trouwens net... ik heb een bijna lekke band vooraan. Dus die is echt aan het lossen. Het zijn mijn winterbanden. Die moesten nu eigenlijk al vervangen zijn door zomerbanden. Maar de garage die is gesloten. En ik heb al gemerkt dat die band aan het lossen was. Ik heb hem deze winter al 2 of 3 keer opgeblazen. Dus ik ga het zo meteen een lorm ook nog eens doen. Maar die is echt heel snel aan het lossen nu. Dus ik denk dat het nu nog maar een week of 2 geleden is dat ik hem het laatst heb geblazen. Die staat toch vrij plat, vind ik. Naar de garage gaan is geen optie, want die zijn echt helemaal dicht. Ja. Voilà, 9 uur 33. Ik ben een klein beetje te laat, maar naar goede gewoonte is Jackie veel te laat. Ik denk als ik alle minuten samentel waarop ik al heb zitten wachten op Jackie, dan kan ik 1 of 2 maanden op reis gaan, denk ik. Of 1 of 2 maanden met de fiets gaan rijden. Want... ja, het is echt een typische date met Jackie. Een beetje wachten dan. 10 minuten later. Niemand. Ah, ze is daar.
Ziezo, ik ben terug thuis. Dit heeft mij ontzettend veel energie gegeven. Dit was zo leuk om haar terug te zien. Om samen gewoon even door Lorm te wandelen, samen naar die markt te gaan. Achteraf zijn we nog samen naar de supermarkt geweest, ook heel kort. En dan hebben we afscheid genomen, dat heb ik niet gefilmd. Maar dit was heel leuk. Ik deed eigenlijk heel eventjes bijna vergeten dat deze coronacrisis er is. Al zagen we rond ons vooral mensen met mondmaskers en met handschoentjes. En hield iedereen toch wel afstand, dan was het veel minder druk dan normaal. Maar dit deed echt terug. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb en ik denk dat we hier een wekelijkse afspraak van gaan maken. Zolang het nog duurt, nog een goede 2 weken ondertussen. Dus ja, ik ben echt super blij dat ik haar nog eens heb gezien. Dit was echt tof. Voilà, dat was het dus. En wat is er dan de voorbije 24 uur gebeurd, behalve die Starlink-passage? Nu ben ik er veel. Ik heb mijn huis gekuist. Ik heb gekookt. Ik heb wat gelezen. Ik ben niet zo super productief geweest en er is weinig spectaculairs gebeurd. Het is nu fantastisch warm weer, maar het zou waarschijnlijk de laatste dag zijn. Men voorspelt voor morgenochtend al wat regen en dan de dagen die daarna volgen nog regen. En dat is echt wel goed, want mijn gras die ziet eruit alsof het eind augustus, begin september is. Dus dat is niet echt goed, half april. Dus laat die regen maar komen. Tot morgen.